Arend-Jan, die zei tegen mij, het is een volstrekt stuk onbenul. Je zou ervan schrikken als je erbij zat. Maar ik hing ook de theorie aan dat het een volstrekte onbenul is. Maar hij is minder veel, denk ik zelf, politiek minder onbenullig dan je wel zou denken. Kijk, die visie, als je maar lang genoeg ontkent dat je een visie heeft, dan gaat iedereen het geloven. Het is wel zo makkelijk ook, ik heb toch geen visie. Maar nogmaals, bekijk zijn levensgeschiedenis en zie dus dat hij sterk onder de indruk is geraakt van die bekende tournure in de jaren 70 en 80. Namelijk dat het met die verzorgingsstaat veel te veel van het goede was geworden. Nou, dat vond hij ook. En zo is hij opgeklommen in die VVD. Bij de VVD vond ze dat natuurlijk altijd al, dus dat sloot lekker aan. En dat heeft tenslotte ook geleid tot de reeds hier besproken wetgeving. Het Verlossum, kunt u mij horen? Is het artikel voor de Maarten klaar? Want je hebt over Rutte een stuk gemaakt. Nee. Ik ben nog steeds bezig aan mijn Rutte-stuk. En dat... Oh, dat wordt wel lang dan. Nee, want ik ben net begonnen met schrijven. Oh, je hebt eerst research gedaan. Ja, ik weet nu zo'n beetje hoe het stuk eruit moet zien. Dat kan ik straks wel kort uit de doeken doen. Al zullen mensen dan weer minder gespannen wachten op het verschijnen van de nieuwe Maarten. Als ik eerst heb uitgelegd wat ik zo'n beetje over Rutte ga schrijven. Ik heb natuurlijk lang gedacht dat Rutte ook inderdaad geen visie heeft. Dat is de klassiek. Hij zegt ook zelf wel dat ik heb geen visie. Het probleem met Rutte is dat hij wel degelijk een visie heeft en dat die in allerlei opzichten gedeeld wordt natuurlijk door de partij waarvan hij de leider is. En dat die visie ongelukkigerwijs enorm veel schade heeft veroorzaakt aan het Nederlandse overheidsgebouw, om het maar in metaforische termen te stellen. Dus daar gaat eigenlijk dat stuk over. Dus dat Rutte in feite wel een visie heeft. En wat voor soort van visie dat is. En als je even minimale research doet, dan is dat heel goed te vinden wat zijn visie eigenlijk is. En daarvan kan ik iedereen aanbevelen om die H.J. schoollezing te lezen die hij in 2013 heeft gehouden. April 2013. Dat is de zegen van het internet. Je hoeft maar 3 toetsen in te drukken. Hup, daar heb je de hele reden. Je kunt hem op YouTube kunt bekijken en je kunt de tekst lezen, alles is mogelijk. En dat is op zichzelf wel komisch ook. Daar begint hij natuurlijk met te zeggen, ja, ik heb geen visie. Hè. Wat kijkt u daar in de hoek, staat de olifant van de visie. En de olifant verduistert de juiste blik op de open blik op de toekomst. En als je visie hebt, dan moet je naar de optische. Nou ja, kijk, we hebben al die Sleetse metaforen nou 1000 keer gehoord. En vervolgens ontvouwt hij in die lezing, het is eigenlijk vrij lollig wat je vaak ziet. Ontvouwt hij een visie die wel degelijk een visie is. En legt hij uit hoe hij tot zijn politieke ideeën is gekomen. Hij is ergens van begin jaren 60, als ik het wel heb, 62 of zo, misschien nog wel ietsje eerder. Maar goed, hij is zoiets. En hij legt dan uit, ik ben politiek tot wasdom gekomen natuurlijk in de jaren 80. Hij was iemand die geïnteresseerd was in politiek. Nou ja, wat is een karakteristiek voor de jaren 80 natuurlijk? Niet waar het triomfantelijke politieke succes van mensen als Thatcher en Reagan. En wat is de kern van de boodschap van Thatcher en Reagan en anderen natuurlijk? Dat is in feite dat de overheid moet terugtreden. De overheid is eigenlijk een last op de schouders van de burgers. En in werkelijkheid zijn de burgers heel anders dan altijd gezegd wordt. Heel erg zelfredzaam. Je moet ze niet voor de voeten lopen met allerlei overheidsregels en poppenkast. Nee, de overheid moet klein en efficiënt zijn. En dat doen wat een overheid onvermijdelijkerwijs alleen kan doen. Maar daarnaast moet de overheid vooral kleiner. En er moet ruimte gecreëerd worden voor de zelfredzaamheid van de burgers. Dat is het hele idee. En dan geeft hij een aandoenlijk verhaal over de zelfredzaamheid van zijn eigen familie, die niet waar door de stormen van de wereldgeschiedenis opgejaagd er werkelijk een groot succes van gemaakt heeft. Dat je zegt zo, dat waren zelfredzame types zonder meer. En als je natuurlijk naar de wetgeving kijkt van de diverse kabinetten van Rutte, 1, 2 en 3 in ieder geval, nou ja, we zijn nu bezig aan 4 wat tot op heden een niet bepaald overtuigende indruk maakt, dan moet je constateren dat de belangrijke wetgeving van die jaren eigenlijk steeds gericht was, of ideologisch gericht was, op zelfredzaamheid.
Dat de overheid die moest terugtreden en die kon al die problemen niet zo oplossen. We moesten veel meer overlaten aan de zelfredzaamheid en aan de hulp van vrijwilligers. En hoe heette die zorgverzorgers ook allemaal, zo'n mooi woord is daarvoor. Die zouden het werk moeten gaan doen. En dat kun je bijvoorbeeld zien, neem de participatiewet, het woord zegt het al. Iedereen moest in staat gesteld worden om te participeren in het normale maatschappelijke proces. Laat ik nou even terugkeren naar die visie. Rutte gelooft nog steeds heilig dat hij geen visie heeft, maar het is een hele uitgesproken visie op de relatie tussen burger en overheid. En die zie je dus steeds weer spiegeld in die wetgeving. Dan moet je natuurlijk zeggen, we hebben in Nederland altijd coalitiekabinetten, dus heeft het niet in zijn eentje gedaan. Hij heeft een partij die, voor zover die partij überhaupt denkt, en ik geloof niet dat het erg veel voorstelt, dat die heeft ook dergelijke inzichten. Maar de VVD heeft natuurlijk tal van partijen bereid gevonden om met dit programma en deze visie, ik spel het even in kapitalen, niet waar, mee te werken. Met overigens voor die andere partijen de meest heilloze gevolgen. Het CDA is eraan ten onder gegaan. Als je toch ziet hoe het CDA in feite instort in 2006 nog 41 kamerzetels. Ja, dat zijn we helemaal vergeten, maar zo 16 jaar geleden. En nou ja, wat is het nu? Het zijn er nog een stuk of 9 of zo, toch? Ja, dat klopt. Ja, dan zie je dus wat een drama dat veroorzaakt heeft. En Partij van Arbeid, idem dito. Dus je gaat met Rutte in zee en je overleeft het niet. Hè? Je struikelt ergens in het Rutte-visieloze gebouw en je breekt je nek en klaar is Kees. En ik zie het CDA niet meer terugkomen op het politieke toneel. Althans in zijn ouderwetse samenstelling en grootte. En de Partij van Arbeid idem dito ook niet. Terug naar die wetgeving. Neem nou de participatiewetgeving. Daar waarvan was een van de basisideeën. Ja, ook mensen met een arbeidshandicap van enige aard, die moesten toch in staat worden gesteld om normaal werk te doen. En ook in de normale samenleving en in normale bedrijven te functioneren. We hadden daarvoor, zoals je weet, de sociale werkplaats. Waar ik dacht op het hoogtepunt zo'n 100.000 mensen te werk gesteld waren. Die instroom in de sociale werkplaatsen is per begin 2015 stopgezet. Want het idee was, die mensen die moeten allemaal een plaats krijgen in de, nogmaals, de normale samenleving, in normale bedrijven. En daar is best, die mogelijkheid bestaat best. Je begrijpt ook wat een interessante bezuiniging dit was. Want dat is heel interessant. Bij al dat gelul over zelfredzaamheid, als je even aan de oppervlakte krabt, blijkt het altijd gigantische bezuinigingen mogelijk te maken. Die overigens op termijn zich tegen zichzelf keren en dan moet je alsnog al, nou ja, daar komen we zo over te spreken. Dus ja, die instroom in de sociale werkplaatsen is stopgezet. En ja, dan is de vraag na een paar jaar, heeft het gewerkt? Klopt het ook? Nee, het heeft helemaal niet gewerkt. Want al die mensen met een arbeidshandicap, of althans het overgrote deel van de mensen met een arbeidshandicap, bleek helemaal niet erg zelfredzaam te zijn. Vooral niet als het gaat om psychische of verstandelijke problemen, dan bleken ze helemaal niet in staat om te werken en dat zelf ook heel goed te weten. Nu is het ook zo dat op dit terrein van de sociale werkplaatsen een gigantische ruïne is ontstaan. Sommige van die sociale werkplaatsen die nog bestonden dreigen allemaal failliet te gaan. En het CDA, dacht ik zelfs samen met de SP, heeft nu een actie gestart dat we echt op moeten houden met deze bezuinigingen, omdat ze schadelijk zijn voor die mensen waarvoor ze zogenaamd bedoeld waren. Namelijk die veel zelfredzamer zouden zijn, volgens dit filosofietje van Rutte en de VVD, dan ze in werkelijkheid waren. Dus ja, het heeft geleid tot het feit dat veel meer van die mensen dus niet fijn geïntegreerd zijn in normale banen. Nee, dat die thuis zitten met een uitkering. En dan kun je ze beter in een sociale werkplaats te werk stellen, waarbij ze in feite wel natuurlijk gesubsidieerd werk doen, maar ze doen werk, ze zijn geïntegreerd, ze zitten niet thuis. Maar ja, dat was duur, dus daar zijn ze vanaf 2015 mee gestopt. En nu zul je zien dat ik denk dat die initiatieven van CDA en SP breed gesteund zullen worden tenslotte. En dat dit dus een volstrekte mislukking is geworden. Dan hadden we de WMO, hè? De Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning.
die is gedecentraliseerd. Dat was eerst een overheid, van de centrale overheid. En nu is dat naar de gemeentes is dat gegaan. Waarbij sommige gemeentes dat wel deels wel aankonden en andere helemaal niet. Daarbij zijn onder andere, het basisidee was ook weer, mensen zouden zelfredzaam en wel thuis moeten blijven wonen. Dat was het idee. Want het is veel goedkoper als ze thuis blijven wonen dan wanneer ze geïnstitutionaliseerd moeten zijn. Het zij in verzorgingshuizen, het zij in verpleeghuizen. Al is er bij verpleeghuizen vaak een veel hardere noodzaak om ze op te nemen. Omdat ze niet thuis kunnen. Dus het idee was, we breken een deel van die verzorgingshuizen af. Er zijn er 800 gesloten. Van de 2000 zijn er 800 gesloten. Met het idee natuurlijk, die mensen kunnen allemaal prima thuis blijven wonen. En, neem mij en mijn echtgenote, wij zijn een ontzettend oude knarren en wij wonen nog thuis. Zei dat ook wel wat kost en dat is dus nu niet op kosten van de overheid, maar op onze eigen kosten vanzelfsprekend. Of wij dat nog veel langer kunnen volhouden is maar de vraag. En wat blijkt natuurlijk in de praktijk? Blijken heel veel van die oude mensen helemaal niet zelfredzaam genoeg om langdurig thuis te blijven wonen. Dus dat heeft een hele reeks van praktische problemen veroorzaakt. Ze willen het wel graag altijd, hè? Lang thuis blijven wonen. Lang niet iedereen. Dat is ook een beetje een filosofietje van de elite. Dat je thuis moet blijven wonen. Want de elite is natuurlijk in alle opzichten wel zelfredzaam. Te meer omdat ze vaak ook financieel zelfredzaam zijn. Vergeet dat niet. Maar aan de onderkant is het veel minder zelfredzaam. En dat heeft bijvoorbeeld tot een merkwaardig probleem geleid. Dat mannen die eigenlijk niet meer erg zelfredzaam zijn. Die vallen thuis, komen in het ziekenhuis terecht. En kunnen eigenlijk niet meer naar huis. Maar verzorgingsplaatsen of plaatsen in verzorgingstehuizen of eventueel verpleeghuizen, die zijn er niet, want die zijn grotendeels wegbezuinigd. Met als gevolg dat die mensen vaak langdurig in een ziekenhuis zijn waar ze bedden in beslag nemen, terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Dus ook die WMO is grotendeels een mislukking geworden. Bij al deze zaken is het dus ook daar wel sprake van een zeer omvangrijke bezuiniging. Niet waar? Bij al deze zaken is het zo dat de elite er niet veel last van heeft. Hè? Ik heb er relatief weinig last van. Mocht het toch hartstikke fout gaan, dan kan ik mij financieel wel redden, zal ik maar zeggen. Hè, tot groot genoegen vanzelfsprekend van de overheid. Het gaat om dat eigenlijk bij al deze wetgeving uiteindelijk de zelfredzaamheid er niet bleek te zijn, of in onvoldoende mate, en dat de meest kwetsbaren in onze samenleving, die zijn het slachtoffer geworden. Je hebt het precies hetzelfde patroon bij passend onderwijs. Het idee was, jongens, dat bijzonder onderwijs, dat is verkeerd. Want dan zitten die mensen in hun eigen bijzondere bubbel. En die mensen moeten, of die kinderen, die moeten de gelegenheid krijgen om in normale klassen te gaan zitten. Maar ja, denk even na, normale klassen in Nederland, de klassengrootte is enorm. Dus zo'n onderwijzer die het toch al moeilijk heeft, die 33 kinderen in een klas heeft, die wordt opgeschreven met nog eens een keer 3 of 4... moeilijk lerende kinderen, die kan dat niet aan. Er is ook uit die kring uitgebreid geprotesteerd natuurlijk. Dit kunnen wij niet aan. En zo gaat het maar door. Al deze wetgeving, niet waar, heeft hetzelfde effect gehad dat de meest kwetsbaren getroffen zijn. Niet de elite. De elite wil graag thuis wonen en is enorm zelfredzaam. Vaak is de gezondheid van de elite veel beter dan aan de onderkant van de samenleving. Je weet, mensen met hoge opleiding worden 6 jaar ouder in Nederland dan mensen met een lage opleiding. Op zichzelf al een hele merkwaardige en schandalige situatie natuurlijk. Maar ja, doe er maar eens wat aan, dat blijkt niet zo simpel te zijn. Want het heeft hele diepe maatschappelijk culturele wortels. Ik moet even een slokje nemen. Maar je ziet dat dit stuk al grotendeels in de stijger staat. Dus ik loop al die wetgeving na en wat in feite de effecten van die wetgeving zijn geweest. En op een aantal terreinen is die wetgeving natuurlijk desastreus geweest. En dan hebben we natuurlijk nog het punt waar Jane Quillink op gewezen heeft in dat alleraardigste boekje van hem. Namelijk dat de overheid systematisch overheidsexpertise heeft afgebouwd. Want ja, dat vonden ze te duur. Je moest het gewoon inhuren als je het nodig had. Wat uiteindelijk veel duurder blijkt te zijn dan de oude oplossing. Maar de expertise is ondertussen bij de overheid, is de expertise verdwenen.
Maar ook bijvoorbeeld die mislukkingen van die WMO, die moesten later met name ook het instorten van de thuiszorg, dat moest later bijgefinancierd worden, zodat je af moet vragen, hoe zinvol zijn precies deze maatregelen uiteindelijk, als je het een paar jaar later bekijkt, geweest. En dan moet je zeggen, er is veel kapot gemaakt. En nu is het eigenlijk een beetje koerieren aan symptomen. Er zijn allerlei dingen mislukt en dat wordt dan een beetje extra bijgefinancierd. Maar het is wetgeving die uiteindelijk gestuurd werd door bezuinigingen, denk ik. Maar en die verkocht is met die fantastische retoriek over de zelfredzaamheid. God, wat zijn mensen zelfredzaam. En de kleine overheid. En dus dat idee van de kleine overheid, de terugtredende overheid. En natuurlijk heel veel mensen in Nederland, die hebben dat ook aan de lijve ondervonden. Of in ieder geval, die hebben voldoende gehoord in de media om te beseffen dat de overheid niet meer een erg betrouwbare partner is. Als je wil weten waarom de Partij van de Arbeid niet waar ingestort is, want anders kun je het niet zeggen, dan heb je hier de oorzaak dat mensen wel benul genoeg hebben gehad en zeggen, ja, wacht nou eens even. Dit is een sociaal-democratische partij, die laat eigenlijk, nu het erop aankomt, laat die sociaal-democratische partij de meest kwetsbaar in onze samenleving zakken. Want dat is het. Die zijn het slachtoffer geworden. We hebben het er al eerder over gehad. In de afgelopen kwart eeuw heeft de top 30% van onze bevolking prima geboerd. Lekkere auto's, vaak met vakantie, een betrekkelijk luxe leven geleid. De middengroepen, dat is niet helemaal duidelijk. Sommigen daarvan hebben het wel goed gedaan, anderen misschien minder. Maar de onderste 30% is wel in velerlei opzichten kind van de rekening geworden. En dat valt zeer te betreuren naar mijn idee. Dat was niet nodig geweest. Want daar komt nog een ander puntje bij. En dat is die wonderlijke bezuinigingsdrang die Rutte zeker aan het begin van zijn carrière als minister-president heeft bewogen. Ja, je weet dat natuurlijk zijn eerste kabinet is stuk gelopen op zijn voorstellen tot omvangrijke bezuinigingen. Dat was internationaal toen ook de politiek. Daar hadden wij, naar mijn idee, eigenlijk helemaal niet zo verschrikkelijk aan deel moeten nemen. Ja, je had natuurlijk die eurocrisis en zo. Dat was voor Portugal en Spanje en dat soort van landen een zaak van groot gewicht. Maar in feite hebben Duitsland en Nederland daar ook aan meegedaan. Ja, als je natuurlijk met z'n allen internationaal op de rem gaat staan, dan weet je wat er gebeurt. Dan krijg je een lekkere recessie. Die is er ook geweest. En Rutte is blijven bezuinigen. Want Wilders wou niet meedoen. Ik heb al eens eerder gezegd, ik zeg het niet graag. Maar op het punt van die bezuiniging had Wilders groot gelijk. Dat hij er helemaal geen puf in had. Dus ja, goed, die heeft toen de gedoogsteun heeft hij toen opgezegd. En nou ja, ook Wilders is de samenwerking met het gedogen van de VVD duur te staan gekomen. Want natuurlijk, Wilders had een kapitaaloverwinning behaald in 2010. En is twee jaar later weer 9 zetels kwijtgeraakt. En sinds die tijd suddert die voort op ongeveer hetzelfde niveau. Komt ook omdat Rutte hem toen echt de schuld heeft gegeven van het klappen, hè? Die heeft heel duidelijk de vinger gewezen. Ja, het gekke is dat iedereen altijd de schuld krijgt, behalve Rutte zelf. Dat is natuurlijk een patroon wat we ook bij de toeslagenaffaire hebben gezien. Ja, dat is dan nog weer een ander aspect, dat al die eindeloos etterende affaires, eerst wordt het ontkend. Eerst wordt alles ontkend. En zeker de betrokkenheid van Rutte. Ja, God, kan zijn dat Asscher er iets mee te maken had en Wiebes, maar Rutte had de hele andere dingen veel belangrijker. En het blijkt dat hij daar direct bij betrokken is geweest. Bij een interministeriële commissie die zich met die straf van die fraudeurs bezig zou moeten houden. Maar goed, Rutte, nou ja, dat is misschien een van zijn meest unieke eigenschappen. Dat al die partijen die samen met de VVD dit beleid hebben uitgevoerd, waar ik het nu stap voor stap over gehad heb, al die partijen zijn eraan ten onder gegaan. En GroenLinks heeft ooit winst gemaakt, maar is bij de overleg voor het nieuwe kabinet al uitgestapt. Heel stom naar mijn idee. Had zijn kans moeten grijpen. Maar goed, Rutte maakte altijd denk ik min of meer onkwetsbaar. Je had Ronald Reagan. Hè, wat er ook gebeurde, de meest gruwelijke dingen. Maar ja, Reagan wist van niks. Zat toevallig altijd in oude Hollywood films te kijken.
zat al in de pyjama om 7:00 s'avonds. Dat zal voor Rutte zeker niet het geval zijn. Maar het is een bepaald type van politicus wat op een of andere manier talent heeft om een onschuldige indruk te maken. Al is op dit moment natuurlijk het vertrouwen in Rutte, als ik naar de peiling heb gekeken, echt tot het absolute minimum gedaald. Dat heeft ook te maken met de perfect storm die zich eigenlijk rondom ontvouwt nu. Hè? Met al die affaires die je net noemde. Ja, maar toch op een heel geheimzinnige manier niets aan gedaan wordt. Hè? Of dat nu Groningen is, of de toeslagen, of het COA. Of dan nu natuurlijk de stikstofaffaire die inderdaad stomzinnig aangepakt is door de overheid. Moet wel gebeuren, maar het is de uitvoering laat veel te wensen over. En je zult zien daar ook laten zeggen, ja nee, God, Rutte, ja, stikstof, ja. Ik weet dat het bestaat, maar dat is allemaal een kwestie van die minister die ik daarvoor aangesteld heb. Hè. Die wordt dan naar voren geschoven. Dat is zijn aanpak. Hij komt voor een introducerend woordje en vervolgens moet de vakminister het oplossen. Dat zagen we bij COVID natuurlijk met Hugo de Jonge. Maar achter de schermen natuurlijk speelt hij een vrij dominante rol. Het gerucht is natuurlijk dat hij dat niet doet, maar het feit is dat hij het wel doet. Het is een ontzettende perfectionist in de zin dat hij naar ik begreep goed voorbereid is en meestal zeker meer en even of evenveel weet dan een minister van zijn kabinet. Ja, en de truc is om niet te laten merken of niet voor te doen dat je dat allemaal weet? Zo is het. Eigenlijk doet hij een beetje aan Eisenhower denken. Eisenhower maakte ook altijd een licht onbedullige indruk en zei hij, ja, moet u dan Dulles vragen, dat kan dat. Ik ga daar eigenlijk niet over. Ja, ik weet waar het land ligt, maar ik ben niet echt geïnformeerd over deze kwestie. En ondertussen was hij natuurlijk prima geïnformeerd. Want wat is er mooier voor de leider dan om steeds te suggereren dat je personeel er een potje van gemaakt heeft. Maar zonder dat ze jou niet op tijd hebben geïnformeerd. Ja. Nee, het is over al die zaken prima geïnformeerd geweest vanaf het allereerste moment, daar ben ik van overtuigd. Hij heeft natuurlijk al die biografieën gelezen van al die historische figuren. Ja, denk je dat hem dat geïnspireerd heeft? Ik heb geen idee. We hebben het al eerder over gehad. Die systemen zijn vaak zo anders dan het Nederlandse systeem. En bovendien, de tijd was ook vaak zo anders dan de huidige tijd. Dat durf ik niets over te zeggen eigenlijk. Komt tot mijn punt, ook in dat artikel was ik reeds tot mijn punt gekomen, dat hij beter had kunnen vertrekken vorig jaar. Dat ook meer een overeenstemming zou zijn geweest met zeg maar het ethos van een parlementair systeem. Ja, je kunt ook zeggen. Maar het probleem natuurlijk van de VVD is, kijk, zolang de VVD de grootste partij is en hij de leider van de VVD, zal hij ook wel de minister-president zijn. Daar ben ik vast van overtuigd. En in de VVD is natuurlijk in de verste verte is geen opvolger te vinden voor Mark Rutte. Dat alles wat er verder zit is hoe sympathiek misschien ook tweede garnituur. Want de eerste garnituur is natuurlijk vanzelf verdwenen, want die zagen erbij wel hangen. Ja. Je gaat niet 8 jaar zitten wachten tot Rutte misschien ooit besluit om een kampeerboerderij te gaan runnen. Ik las wel dat de JOVD nu heeft opgeroepen, we willen echt een jong talent. Ja, dat is toch wel komisch. Zijn eigen JOVD, je weet, daar zijn zijn carrière ook begonnen bij de JOVD. Er zijn wel aandoenlijke foto's van de jeugdige Rutte die dan heel bewonderend Lubbers zit te interviewen. Ja, en ik begreep dat Salm hem uiteindelijk bij Unilever heeft weggehaald om als staatssecretaris aan de slag te gaan. Ja, zo is het. Eerst van sociale zaken en daarna van onderwijs. Omdat Annette Nijs, die verdween van het toneel, dat zou jou niet veel meer zeggen, denk ik. Maar er zijn niet heel veel minister-presidenten geweest die daarvoor geen minister zijn geweest, hè? Nee, nou ja, hij is natuurlijk in die opvolgingskwestie, want toen hebben we die fameuze verkiezingen gehad tussen Rita Verdonk en Rutte. Die nipt gewonnen maar heeft. Nipt is wel het woord en zonder de steun van het partijapparaat, denk ik, die Rita helemaal niet zagen zitten. Volkomen terecht, overigens. Als je mij nou vraagt wie is een bekwamere politicus, Rita Verdonk of Mark Rutte, dan ga ik altijd nog wel voor Mark Rutte. Al was het misschien interessant geweest om, als Rita Verdonk zou hebben gewonnen, dat we ooit een echte populist aan het bewind zouden hebben gekregen. Om te kijken hoe dat zou zijn afgelopen. Want dat moet je van Rutte zeggen, het is zeker geen populist, maar hij heeft wel een visie. En die visie heeft Nederland uiteindelijk niet veel goeds gebracht. Nee, ik begreep ook dat toen in die strijd tussen Rita en Rutte, dat echt prominente waar hij tegenop keek, Rutte, zoals Bolkestein en volgens mij ook Duitsland. Ja, die hebben allemaal voor Rita gekozen. Ja, dat deed hem wel pijn. D-
Dat neem ik aan, ja. Maar nogmaals, het partijapparaat, naar ik begreep, heeft het wel zo ingericht dat Rita tenslotte toch nipt verloren heeft. En die is er toen uiteindelijk ook uitgezet, hè? Omdat ze maar bleef zagen aan zijn stoelpoot. Ja, ik vond dat ook een typisch onverstandig politiek gedrag. Want je weet dat bij die verkiezingen die daarop volgden, kreeg Rita inderdaad, die stond nummer 2 meer voorkeurstemmen dan de nummer 1, namelijk Mark Rutte. Wat op zichzelf een betrekkelijk uniek verschijnsel is, laten we dat eerlijk zeggen. Maar hij stond nu eenmaal nummer 1. Hij zei, ik ben de leider van de fractie. Pas later in 2010 natuurlijk is de VVD de grootste partij geworden. Toen zei Rita Verdonk herhaaldelijk, hij was niet rechts genoeg. En eigenlijk vond zij dat zij had die functie had moeten krijgen omdat ze meer stemmen had gehad. Allemaal natuurlijk een heel stom soort van confrontatiepolitiek. Waar, ja, ik weet niet waar ze eigenlijk op gestuurd heeft. En tenslotte zei Rutte van donder daar maar op. En dat is natuurlijk een bar slecht afgelopen voor Rita Verdonk. Want die verdween, niet waar, als het schetsverschijnsel wat ze altijd geweest is. Verdween zij in de coulissen van de politiek. Waar ze nu tijdelijk nu even van achter het gordijn om de hoek gekeken heeft. Maar ik heb niet in. Komt ze daar in het college? Nee, dat is geloof ik helemaal in Den Haag, niet. Bij de mos. Ja, helemaal niet de bedoeling. Dus ja, toen. Kijk, als ze gewoon was blijven zitten. Als een dominante en belangrijke nummer 2. En ze had hem gesteund. Wie weet. Niet waar, was er een kansje gekomen. En dan nog, wat is er mis om een dominante nummer 2 te zijn in de grootste partij. Ja. Maar Rutte ik vond echt Rita Verdonk een ontzettende kluns, politiek gesproken. Ja. Rutte heeft het in het begin dus niet makkelijk gehad. Daar heb jij ook nog een rolletje in gespeeld. Een soort van zijrol, bijrol. Toen Boekenstein, volgens mij was het bij De Wereld Draait Door. Toen die dacht dat alles uitstond nog een keer. Zei, ja. Die Rutte heeft dan maar geen visie. Die heeft geen idee. Geen ideeën. Ja. Arend Jan, die zei tegen mij, het is een volstrekt stuk onbenul. Je zou ervan schrikken als je erbij zat. Maar ik hing ook de theorie aan dat het een volstrekte onbenul is. Maar hij is minder veel, denk ik zelf, politiek minder onbenullig dan je wel zou denken. Kijk, die visie, als je maar lang genoeg ontkent dat je een visie heeft, dan gaat iedereen het geloven. En het is wel zo makkelijk ook, toch geen visie. Maar nogmaals, bekijk zijn levensgeschiedenis en zie dus dat hij sterk onder de indruk is geraakt van die bekende tournuren in de jaren 70 en 80, namelijk dat het met die verzorgingsstaat veel te veel van het goede was geworden. Nou, dat vond hij ook. En zo is hij opgeklommen in die VVD. Bij VVD vonden ze dat natuurlijk altijd al, dus dat sloot lekker aan. En dat heeft tenslotte ook geleid tot de reeds hier besproken wetgeving, die in het algemeen rampzalige resultaten heeft gehad. Ja. En overigens, niet voor de elite, die heeft er weinig van gemerkt. Nee. Maar wel de onderkant van de samenleving, ja. Die heeft daar veel van gemerkt. En als jij het hebt, hij heeft geen visie, dan blijkt ook wel uit het feit, volgens mij helemaal in het begin, dat hij van de VVD een andere partij wilde maken. Hij wilde weg van dat Wassenaar karakter en ja, daar gaan we openzetten. Dat is die fameuze nota die hij samen met Melanie Schultz had geschreven. Maar dat bleek achteraf toch allemaal veelste links voor de partij. Dus in die zin is hij ook weer geretireerd naar het centrum. En natuurlijk, ja, is hij flexibel en Het is natuurlijk, laten we zeggen, in de ambachtelijke zin is het een voortreffelijke politicus. Het is natuurlijk een enorm talent om wie we die kabinetten min of meer bij elkaar te houden. Dat is het zonder meer. Maar het gaat mij om de aard van de wetgeving en de effecten die wetgeving heeft gehad. Die wetgeving overigens waar natuurlijk andere partijen, CDH, PvdA, van harte aan hebben meegewerkt. Ook D66, ik bedoel. Kijk naar Rutte 2 en dan zie je dat die hele agenda onuitvoerbaar zou zijn geweest zonder de medewerking van D66 en de ChristenUnie. En wat nog meer, de SGP neem ik aan. Daar werd ook steeds achter de schermen natuurlijk eerst goedkeuring gezocht omdat Rutte 2 geen meerderheid in de Eerste Kamer had. Ja. Dus iedereen is mede verantwoordelijk voor die zelfredzame wetgeving. Ja. En op 2 augustus is hij, passeert hij Lubbers, hè, als de langzittende. Hij doet daar zelf een beetje koeltjes over. Denk je dat oprecht is of dat het hem achter de schermen? Hij zei vrij komisch, ik ben net halverwege geloof ik. Ja, dat zei hij bij een persconferentie. Ja. Ik sluit dat gek genoeg niet uit. ik heb Kamp nu al meerdere malen geciteerd en ja, hij doet het lollig. Ik denk dat je moet neerleggen bij het feit dat zolang de VVD de grootste partij blijft, zit Rutte er als minister-president.
Ik denk dat hij Merkeliaanse ambities heeft. En god, nee, we zitten nu op 12 jaar. Merkel heeft er 16 jaar gezeten. Ik wijs er maar even op. Ja. Maar denk je dat hij het belangrijk vindt dat hij de langzittende is? Hij is belangrijker dan hij zegt dat hij het vindt. Ja, dat denk ik wel. Heeft hij thuis toch even gedacht, zo, even in de spiegel gekeken, zo, Rutte. Dat heb je er toch maar fantastisch van afgebracht. Ja. Hè? Er was ook maar nog één andere premier die ook niet getrouwd was, begreep ik. Wie was dat nou? Was dat Kopijnen? Kopijnen van Capello, dat zou kunnen. Ja. Op zichzelf een heel succesvolle minister-president. In feite de bouwer van het verzeilde Nederland tot op zekere hoogte. Ja. Nou, is het ook wel weer zo in de politiek, voor je het weet staat er een nieuwe held op, hè? Die we nu nog niet kennen. Ja, maar bovendien hebben we natuurlijk vooral op de rechterzijde hebben we een eindeloze serie van nieuwe helden. Wat natuurlijk ook tegelijkertijd ook wel een enigszins pijnlijk licht werpt op de onnozelheid van het Nederlandse electoraat. Ja. Eerst was het Pim Fortuyn en toen was het Geert Wilders en toen was het Rita Verdonk en toen was het Thierry Baudet en nu hebben we dan de BBB-mevrouw. Ja, die jij geen gek meer mag noemen, hè, van Thomas van Groningen? Nee, iedereen vond het onverstandig dat ik haar gek. Toen heb ik nog toegevoegd dat als ik iemand zeg dat iemand gek is, dat ik dan meestal bedoel dat hij niet klinisch gek is. Dat hij niet opgenomen hoeft te worden, zoals de zoon van Hazes. Dat is een heel ander, dat is een heel ander chapitre. Dat lijkt me gewoon een hele zielige, verwarde jonge man. En die moet hulp hebben, naar mijn gevoel. Maar goed, dit hier bedoelde ik gewoon gek in de zin dat het beeld wat zij heeft van de maatschappelijke en politieke werkelijkheid in feite niet spoort met wat die werkelijkheid eigenlijk is. Die werkelijkheid is namelijk dat de Nederlandse agrarische sector gesaneerd zou moeten worden. Zo of zo, zoals de Duitsers zo treffend zeggen, denk ik. Dus ik wil wel ophouden met ze allemaal gek te noemen, dan zal ik zeggen dat ze hun standpunten weinig realistisch zijn. Ja, of minder verstandig. Nou, minder verstandig vind ik wel erg eufemistisch klinken. Okay. Onverstandig, zullen we het zo noemen. Dat lijkt me gewoon een hele zielige, verwarde jonge man. Bekijk ook de nieuwsbrief via de link in de show notes.